Dit is een extra journaal met Fatma Taspinar. Een heel goedemorgen. Na een lange vergadering gisteravond is de kogel dan toch door de kerk. Ons land neemt verregaande maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Vanaf vanavond middernacht moeten cafés en restaurants sluiten, al zeker de komende 3 weken. En scholen die gaan niet dicht, maar de lessen worden wel voorlopig geschrapt. En wat betreft de scholen. Nous souhaitons et nous demandons, et ça se passera comme ça, nous le souhaitons, c'est la décision que nous avons prise, que les leçons soient suspendues. Les cours sont donc suspendus. Vandaag worden leerlingen wel nog op school verwacht, althans wie niet ziek is. Maar vanaf maandag zal er in geen enkele school in ons land nog les worden gegeven. Al blijven de schoolgebouwen zelf wel open. Als je de scholen gewoon sluit, dan gaan mensen uit de zorgberoepen hun kinderen gaan opvangen en niet meer die belangrijke taken nu in deze crisis opvangen. Of kinderen gaan bij grootouders terecht moeten komen. Grootouders die daardoor wel eens kunnen aangetast worden door het coronavirus. Net wat we niet wouden. Hetzelfde voor veiligheidsberoepen. Mensen die met 2 gaan werken. We willen toch niet dat heel de economie nu volledig plat ligt. Dus om die dingen op te vangen was het belangrijk dat die kinderen toch op de school terecht kunnen voor die ouders die dat wensen. Het al dan niet sluiten van de scholen was een groot discussiepunt tijdens de Nationale Veiligheidsraad gisteravond. De Franstaligen keken naar Frankrijk, waar gisteravond nog werd beslist om de scholen effectief te sluiten. Aan de Vlaamse kant stond men daarvoor op de rem. De scholen sluiten dus uiteindelijk niet, maar de lessen worden wel opgeschort. De maatregel geldt zeker tot 3 april, het begin van de paasvakantie. Maar hoe alles precies in zijn werking zal gaan en hoe de verloren lesweken zullen worden ingehaald, daarover vergadert de Vlaamse regering later deze morgen. Ja, Thijs Mauro, jij staat in Lievegem aan de schoolpoort. Daar is die schoolpoort een uurtje geleden al opengegaan. Heb je daar intussen al met ouders kunnen spreken? Maar ja, tussen 7 en 8 is natuurlijk nog niet de grote stormloop, zeg maar, van ouders en kinderen die aankomen hier in de school. Maar even verderop is er voorschoolse opvang. Daar zijn we even langs gegaan. We merkten dat de mensen die aankwamen toch al wel wisten dat er iets beslist was, iets ingrijpends beslist was. En de meeste mensen hoorden het woord opvang vallen voor de scholen. En dat klonk wel als muziek in de oren. Dat betekent dus dat de gezinnen zelf dan veel minder op zoek zouden moeten gaan naar een oplossing. Dus ik heb daar een mama en een oma gesproken van 2 kinderen die daar aankwamen. Maatregel voor de scholen, bent u al op de hoogte? Ja, ja. Wat vindt u ervan? Ja, we zullen moeten de regels volgen, hè. Maar voor mensen die alleen maar opvang hebben bij de grootouders, is het een beetje moeilijk, hè. Ja. Wat is uw plan voor volgende week maandag? Waarschijnlijk gaan ze gewoon naar school. Ze raden zelfs af om naar de grootouders te gaan. Ja, ik heb elke dag opvang van haar, 's morgens en 's avonds. Dus ja, dat kan niet anders. Ja, het moet. Het moet. De realiteit die dan de regel inhaalt, zeg maar. Hè? Ja, dat is van moeten. Moest het anders kunnen. Maar het gaat niet anders. Hè? Mm-hmm. Het is allemaal bij grootouders of overgrootouders dan al. Dus. Ja, niet evident allemaal. Thijs, kunnen de scholen zelf ook al concrete maatregelen treffen nu? Wel, ik heb een paar directies gebeld en ook gesproken met de directeur hier. En het kernwoord op dit moment is, er zijn heel veel vragen. Opvang al goed en wel, maar hoe moet die er dan gaan uitzien? Wat moeten we doen? Moeten de leerkrachten hier zijn? Hoeveel kinderen zullen komen? Hoeveel kinderen zullen thuisblijven? Moeten er warme maaltijden zijn? Het zijn heel concrete vragen die nu al de kop opsteken en waar directies dus mee aan de slag zullen moeten gaan. Dus er zal heel veel vergaderd worden. Ook nog een vraag is, kunnen we met de scholengroep dan samen opvang organiseren? Of is dat ook geen goed idee, al die kinderen dan samenbrengen op 1 centrale plek. Ook dat is weer een probleem creëren misschien. Dus heel veel vragen. Er zal heel veel gepraat, gebeld en overlegd moeten worden. En er wordt ook gekeken naar het ministerie van Onderwijs, het Vlaams ministerie van Onderwijs, minister Weitz, om eventueel richtlijnen te sturen met wat er nu eigenlijk moet gebeuren om die opvang, die er dan zal moeten zijn vanaf maandag, ordentelijk te laten verlopen. Dus voorlopig nog veel onduidelijkheid. Dankjewel, Thijs. Ja, en ook de onderwijskoepels zijn zich dus op dit moment aan het beraden over hoe zij die maatregelen precies en concreet kunnen toepassen op hun scholen. Wij spraken al met Raymonda Verdijk van het gemeenschapsonderwijs.
Wel, we zijn in elk geval blij dat er duidelijkheid is, zodanig dat iedereen ook weet wat de richtlijn is. Natuurlijk moeten we nog heel praktisch bekijken hoe die opvang ook kan georganiseerd worden. We krijgen heel veel vragen binnen van hoe moet dat, hoe moet het met personeel, hoe moet het ook met de communicatie ten aanzien van de ouders. We hebben zo meteen al overleg daarover binnen het huis en om 11 uur hebben we vergadering met de overheid om al de vragen die er op dit ogenblik zijn, om die dan te bekijken hoe we die kunnen beantwoorden. Wat zijn zo de praktische bekommernissen om die opvang te regelen? Wel, er zijn op dit ogenblik sowieso ook al een aantal zieke leerkrachten. Zeker in kleinere scholen kan dat een impact hebben om te kunnen garanderen dat men de school kan openhouden. Dat is bijvoorbeeld zo'n praktische bekommernis. Maar ook leerkrachten zelf die vragen stellen, wat met mijn kinderen, want het zijn ook vaak ook ouders. Hoe moeten wij dat dan regelen? Dus er zijn wel een aantal thema's die we nog moeten bekijken. Deze maatregel komt er eigenlijk, zegt minister-president Jan Bon gisteren nog, omdat het een verzoening is eigenlijk van wat de experten zeggen, die liever de scholen niet willen gesloten zien en de ouders die ongerust zijn over hun kinderen en ze ook liever niet meer op school willen. Wel, het is zo dat we vaststelden dat inderdaad er ook meer afwezigheden waren van leerlingen. Wat we nu belangrijk vinden is dat er duidelijkheid is. Omdat ook we vernamen dat de burgemeesters zelf gingen een aantal beslissingen nemen. Scholen wisten niet meer goed wat te doen. Het is nu duidelijk wat de maatregel is. En ik denk dat dat ook belangrijk is om dat op die manier vorm te geven. Zodanig dat we ten aanzien van al onze scholen een duidelijke communicatie kunnen opstarten. Ja, Koen Wouters is er opnieuw komen bijzitten. Onze man die alles weet over corona en het onderwijs, dat mag ik zo zeggen. Ja, we hoorden al verschillende reacties. Hè. De scholen sluiten niet. De lessen worden wel opgeschort. Is dit weer een typisch Belgisch compromis? Want waarom komt er geen sluiting? Wel, er zit toch een beetje een logica achter dit Belgisch compromis. Namelijk de strijd tegen de verspreiding van dat nieuwe coronavirus stoelt eigenlijk wat op een dubbele aanpak. Hè. Langs de ene kant proberen zo weinig mogelijk contact te hebben tussen de mensen. Langs de andere kant die kwetsbare groep van oudere mensen die vaak al andere gezondheidsproblemen hebben beschermen. Nu, ik leg misschien nog even uit hoe verspreidt een virus zich. Dat coronavirus verspreidt zich zoals alle virussen van mens tot mens. En in dit geval ook via de lucht. Eigenlijk als we hoesten, dan gaan we kleine speekseldruppeltjes uitwisselen met elkaar. En dan kan dat virus zich verspreiden. Daarom ook dat we wat afstand moeten houden. Zoals we nu doen. Ja. Nu, idealiter zorg je ervoor dat er zo weinig mogelijk contact is. En dan zou je wel kunnen zeggen, we gaan die scholen sluiten. Ja, dat maar zou je zou denken. Het dan eigenlijk niet moeten doen voor de bescherming van die kinderen, maar eigenlijk om de verspreiding van het virus te vertragen. Want kinderen zijn niet de kwetsbare groep, die worden eigenlijk heel zelden ziek. Nu, als je die scholen zou gaan sluiten en je laat die kinderen dan thuis zitten bij hun grootouders, ja, dan breng je die kwetsbare groep wel in gevaar. Dan ga je die juist beschermen en dan schiet die maatregel zijn doel voorbij. Dus eigenlijk, misschien is dit niet zo'n slecht compromis. Nee, dat wou ik net zeggen. En trouwens, wij zijn ook niet het enige land in Europa, denk ik dan, die dit soort maatregelen treft. Dit zijn er zelfs opvallend veel. En we nemen er misschien even een kaartje bij. Uiteraard de landen waar de epidemie harder woedt dan bij ons. Italië, Spanje, Frankrijk. Maar ook bijvoorbeeld Polen en Roemenië. Dat zijn landen met veel minder besmettingsgevallen als bij ons. Die hebben ook al beslist om scholen te sluiten of om de lessen op te schorten zoals bij ons. Ja, er zijn nu dus drastische maatregelen genomen, kunnen we wel zeggen. Het is plots snel beginnen gaan. Is de situatie ook zoveel erger geworden met het virus? Ja en nee, het is erger dan na de krokusvakantie, maar het is ook gedaan om erger te voorkomen. Misschien eerst dat eerste. Na de krokusvakantie zijn heel veel mensen vanuit Italië uit vakantie teruggekomen en zij hebben eigenlijk het virus tot bij ons gebracht. Ja. Wat we nu zien met besmettingen in rusthuizen, is dat het virus zich inlands aan het verspreiden is. En dat is veel moeilijker om in te dijken. We zitten nu al aan 400 gevallen en het zijn er hoogstwaarschijnlijk veel meer, want de capaciteit om te testen is beperkt. Dus het is nu erger dan pakweg 10 dagen geleden. Nu, de maatregelen zijn vooral om erger te voorkomen. En ik heb daarvoor een interessante grafiek waar we misschien even naar kunnen kijken. Een epidemie krijgt altijd een
piekverloop. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de rode lijn, dat zou zijn wat er gebeurt als we niets doen. Dan gaat de verspreiding van dat virus steil omhoog tot aan die piek en daarna gaat het zoals altijd weer naar beneden. Nu, het doel van die maatregelen is om die piek te verlagen, zoals in de blauwe lijn. Dat is wat er gebeurt als je maatregelen neemt. En ook te spreiden in tijd. Want we hebben een goed gezondheidssysteem, maar capaciteit is altijd beperkt. En als je dan ziet die lijn waar dat blauwe grafiekje nu net onder blijft, dat is de capaciteit van de gezondheidszorg. Het is een fictieve grafiek, maar het is om uit te leggen wat er gebeurt. Als je dus die maatregelen neemt zoals nu gebeurt, dan krijg je die blauwe grafiek en dan win je tijd en worden die gevallen gespreid in de tijd. En dat geeft dan mogelijkheid om bedden plaats te hebben, letterlijk op de intensieve verzorging in de ziekenhuizen, om die toevloed van patiënten die er misschien komt, ik kan niet zeggen dat die er zeker komt, om die te spreiden en om zo onze ziekenhuizen een betere kans te geven om die epidemie te lijf te gaan. Ja, want we staan er misschien te weinig bij stil, maar heel veel zieke mensen kunnen onze ziekenhuizen ook niet in één keer aan. Dus het heeft wel degelijk nut. Deze maatregelen zullen hun nut bewijzen en effectief blijken in de tijd. Ja, hopelijk. En je krijgt dan zelfs... Ik vrees een beetje dat je misschien op den duur een soort catch-22 gaat krijgen. We gaan nooit helemaal zeker weten wat het effect is van de maatregelen. Het kan zijn dat die maatregelen heel effectief gaan zijn en dat het aantal besmettingen zal meevallen. En dan gaan er altijd critici zijn die gaan zeggen van hadden we dat nu moeten doen? Het kan zijn dat het toch erger wordt en dan gaan we heel blij zijn dat we het gedaan hebben. Maar in de gegeven omstandigheden misschien wel de best mogelijke beslissing. Het moest nu gebeuren. Het moest nu gebeuren. Dank je wel, Koen, voor deze duidelijke uitleg. Ik stel voor dat we dan even doorsteken naar onze radiostudio bij de collega's van de ochtend. Want daar zit op dit moment premier Wilmès en we luisteren toch graag even mee naar wat zij te vertellen heeft. Mevrouw Wilmès, goedemorgen. Een heel korte nacht geweest, denk ik. Ja, inderdaad, voor iedereen, denk ik. Ja, zo is dat. Want het heeft gisteren lang geduurd, maar uiteindelijk die heel zware beslissingen, waren dat moeilijke beslissingen? Er zijn inderdaad heel ingrijpende maatregelen die moeten genomen worden. Je moet altijd herinneren dat die maatregelen zijn genomen op basis van een advies van wetenschappers. Dat is heel belangrijk. Waarom nemen wij deze maatregelen nu? Eerst en vooral, want ze hebben gezegd dat dit moet genomen nu. Waarom? We proberen de verspreiding van de virus te vertragen. En we hebben opgemerkt gisteren dat er is een verhoging van het aantal van de besmetting. En dan de courbe dat we proberen inderdaad te vertragen, naar omhoog gaan. Mm-hmm. En om dat te vermijden, om een piek te vermijden, hebben ze gezegd moeten nu vanavond onmiddellijk nieuwe maatregelen nemen. En dat is wat precies is gebeurd. Ja, dus het is echt de focus op die piek proberen af te vlakken. Hè. Dat is die grafiek die we ook overal al gezien hebben gisteren. En dan die heel zware maatregelen. Mij lijkt dat een lockdown, maar u wil dat niet zo noemen. Maar ik noemde dat niet omwille van het feit dat het is geen lockdown. We proberen in feite een lockdown in de toekomst toe te vermijden, zoals in Italië. Dat is de reden dat we nemen de maatregel nu om precies dat te vermijden. Geen lockdown. Nee, maar het betekent wel scholen blijven dicht, horecazaken blijven dicht, veel winkels in het weekend ook dicht. Dat is natuurlijk wel heel ingrijpend. Dat is heel ingrijpend, maar het is een heel serieuze situatie. Ja, we moeten niet onderschatten wat de situatie zou zijn als wij niks doen voor de gezondheid van de bevolking, maar ook op een socio-economische vlak. Dus dat is de reden dat wij nu iets proberen te doen. Ja, ze zijn ingrijpende maatregelen, maar ze zijn noodzakelijk. Ja, de korte pijn. De moeilijkste beslissing was misschien die scholen. Hè? Want daar zagen we onder meer minister-president Jan Bon bij het binnengaan van de Veiligheidsraad zeggen niet. Franstalige partijen wilden dat wel. Uiteindelijk is het een soort compromis geworden, mag ik dat zo zeggen. Scholen gaan dicht, maar kinderen die moeten opgevangen worden, kunnen wel gaan. Maar ik zou het niet zo noemen. Wat is belangrijk is te weten, dat we weten dat de kinderen heel besmettelijk zijn,
ook als ze zijn niet erg ziek. Ze zijn niet erg ziek door de coronavirus, maar ze zijn heel besmettelijk. Dus we proberen toch de verspreiding van de virus te vertragen. Er is ook een ander punt die heel belangrijk is, is dat je kinderen niet naar school gaan. We moeten een opvang kunnen organiseren. Vraag je dat aan u? Ouders, dus de grootouders. Dat is geen goed idee, want natuurlijk, grootouders is een risicogroep. Ben jij een verpleegster? Werk jij in een rusthuis? En moet je dan thuis blijven? Dat is ook geen goed idee, want we hebben precies deze mensen nodig op het werkvloer. Daardoor hebben we beslissen de scholen niet af te sluiten, maar de lessen af te schaffen en een omvang, een omkadering te organiseren voor een precieze doelgroep die geen andere oplossing kunnen vinden. Ja, voor mensen die werken, is het echt, zegt u toch, blijf thuis werken als dat kan? Is het echt die boodschap ook die u geeft? Absoluut. Absoluut. Er zijn een aantal profielwerk dat u kan perfect van thuis uitvoeren met teleworking. En we hebben vanaf het dag 1 gezegd aan de bedrijven, alsjeblieft, probeer dat te organiseren in uw bedrijf. We zijn er vandaag. Dit maatregel moet versterkt worden, zoveel mogelijk. Maar alsjeblieft, mensen moeten kunnen blijven werken, dat stel. Geen probleem, maar we vragen gewoon dat de social distancing, zoals we het noemen, vergroten worden en wordt gerespecteerd door iedereen. Want iedereen heeft een rol te spelen in de vertraging van de verspreiding van de virus. Niet alleen de autoriteit, de bevolking zelf ook. Ja, want het is al heel drastisch, die opsomming scholen dicht. Ja, intussen zit hier bij mij Erika Vliegen, professor infectieziektes van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Als u premier Wilmes hoort en u hoort al die maatregelen die nu zijn genomen, denkt u eindelijk als expert? Ja, in zekere zin wel natuurlijk. Eindelijk is er hele goede duidelijkheid. Is het voor iedereen duidelijk dat dit een ernstige situatie is en dat we ook allemaal samen in dit bad zitten. Dit zijn geen toffe maatregelen voor niemand, maar eindelijk is het wel... Ja, ernstig en doortastend. Dat is wel zo. Ja, dus daar bent u blij om. Ik wil u toch ook de vraag nog stellen. Woorden van de scholen sluiten niet, maar de lessen worden wel afgelast. Sommige mensen vinden dat heel onduidelijk. Wat vindt u daarvan als expert, van die maatregel? Ja, wel, u weet, over de scholen is er natuurlijk heel veel discussie geweest. U weet wat ik hier gisterenavond daarover gezegd heb. Zegt u het toch maar eens voor de kijkers vandaag. Ja, ons wetenschappelijk advies was om dat wat later te doen, omdat dat juist een hele moeilijke maatregel is en omdat we absoluut wilden vermijden dat kinderen met de grootouders veel meer in contact zouden komen. Met andere woorden, dat de remedie erger zou zijn dan de kwaal. Nu heeft men een andere regeling getroffen, een ander compromis. Ja, maar dat is de realiteit. En er is wetenschappen het advies. En er is de manier waarop dat men dat maatschappelijk invult. We gaan nu vandaag gaat dat geconcretiseerd worden. Door de Vlaamse regering onder andere. Ja, en ook door heel veel mensen op het terrein. Mensen in het onderwijs die zich moeten herorganiseren, ouders die zich moeten herorganiseren. En belangrijk zal nu zijn dat dat allemaal in de filosofie gebeurt van hoe kunnen we zoveel als mogelijk de afstand bewaren, de oplossingen vinden, waardoor we niet terug bij elkaar komen, want daar gaat het over, maar waardoor we afstand van elkaar kunnen hebben en waardoor de generaties ook wat gescheiden blijven. Ja, want dat probeert deze maatregel toch ook een beetje te doen. De kinderen kunnen naar school, zodat ze niet bij de grootouders worden achtergelaten. Ja, precies. Dus dat is een manier om daaraan tegemoet te komen. Want dat was onze hele grote bezorgdheid. Als je dit doet, ten eerste, dit is een hele grote belasting voor de maatschappij, voor alle werkende mensen. En vooral ook, we willen zeker zijn dat we het door zo'n maatregel het niet nog erger maken. Ja, dus dit lijkt wel een goede tussenoplossing volgens u? Lijkt wel, ja. Ja. Er zijn niet alleen maatregelen genomen voor de scholen, maar ook voor horecazaken. Ja. Laten we eens kijken, we hebben daar een reportage over. Op café of restaurant gaan zal de komende weken niet lukken. Hotels blijven open, maar hun restaurant moeten ze wel sluiten. Je eten thuis laten bezorgen zal wel nog gaan.
Dat is een zware maatregel. We zijn ook, worden ook met een zware crisis geconfronteerd. Hè. Als je ziet wat in Italië zich afgespeeld heeft en zo. En dus wat wij willen alle maatregelen nemen die nodig zijn om dat coronavirus in te dijken. Dus daar waar op een beperkte plaats veel mensen samen zijn, dat zijn en dan veel mensen nog van verschillende leeftijden en toestanden, dat zijn de geweldige broeihaarden en voor dat virus door te geven. Dus ja, je moet daar doortastende maatregelen voor nemen. Maar ik denk, als we die niet nemen, dan zijn natuurlijk de gevolgen nog veel groter en eigenlijk onbeschrijfelijk. Dus dit zijn doortastende maatregelen, maar ze zijn noodzakelijk. Draconische maatregelen dus, die hoe dan ook een zware klap betekenen voor de horeca in ons land. Dit heeft een enorm economische impact. Als je ziet wat in de reissector, in de evenementensector, in de culturele sector, ook toerismesector. Dit heeft een enorme economische impact. En ik denk dat we ons in de volgende dagen daar ook over moeten gaan buigen. Welke maatregelen we daar kunnen nemen. Het was natuurlijk topprioritair om eerst de gezondheidsmaatregelen te nemen. En dan in volgende orde de maatregelen voor de gezondheid van de economie. Ook voor de winkels komen er beperkingen. Ze mogen de hele week open blijven, maar in het weekend moeten ze sluiten. Voedingszaken en apothekers blijven gewoon open, ook in het weekend. Massaal hamsteren is dus voor niets nodig. Ja, bij ons nog altijd Erika Vliegen, diensthoofd infectieziektes van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Als je al die drastische beslissingen hoort, we noemen ze drastisch, maar dat zijn ze ook, dan vragen mensen zich af, mag ik nog gaan werken? Ja, wel, ze zijn inderdaad drastisch. Hè. Dat is ongezien voor ons allemaal. Ik denk dat het heel belangrijk is dat de maatschappij zoveel als mogelijk binnen al deze maatregelen wel blijft functioneren. Ja, omdat dat werk, dat is ook niet... dat is geen detail, dat zijn essentiële dingen die de maatschappij doen draaien. Dus zoveel als mogelijk de normaliteit van het leven te midden van al die maatregelen laten verder gaan. De bedrijven laten verder werken. Jullie werken ook verder. Wij moeten werken zeker ook verder. We hebben onze studio verder nodig, natuurlijk. Absoluut. Dus ja, de maatschappij mag niet stilstaan. Maar we moeten wel op afstand, we moeten het op een andere manier doen gedurende een aantal weken om die epidemie te bedwingen, te vertragen en hopelijk ook... ja, te laten stoppen. Hè? Ja, dus binnen de mogelijkheden die de mensen hebben, als ze die hebben, blijf dan eerder thuis werken. Maar toch een belangrijk onderscheid dat we hier nog eens moeten maken. We moeten niet met z'n allen massaal binnenblijven. Hè. Dit is geen lockdown. Nee. En binnenblijven, letterlijk. Hè. Het is niet verplicht om binnen uw huis te blijven. Hè. Je mag ook op uw terras werken of in uw tuin zitten of in het bos gaan wandelen. Ik denk dat we ook moeten creatief beginnen nadenken. Wat zijn de dingen die we wel kunnen doen nu dat onze vrijheid op een aantal vlakken beperkt is, wat niemand fijn vindt. Hè. Maar de filosofie blijft, hoe kunnen we verder leven een aantal weken en verder functioneren en het toch veilig houden en ervoor te zorgen dat dat virus niet overgedragen wordt, niet verder overgedragen wordt binnen de maatschappij. En daar heeft iedereen wel een verantwoordelijkheid in. Ja, absoluut. Ons land, mevrouw Vliegen, neemt maatregelen, maar ook andere landen in Europa doen dat. Elk land neemt de maatregelen die het zelf noodzakelijk acht. En de resultaten zijn toch soms verrassend uiteenlopend. Laten we eens kijken naar een reportage. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermées. Pour une raison simple, nos enfants et nos plus jeunes, selon les scientifiques toujours, sont celles et ceux qui propagent, semble-t-il, le plus rapidement le virus, même si pour les enfants, ils n'ont parfois pas de symptômes. Scholen dicht of niet, de Duitse bondskanselier Merkel zegt ja, nog nee. Het kan, dat kunnen de deelstaten zelf beslissen. Dat werden nach Maßgabe der Dinge sukzessive meer regionen zijn, dat dort ook die vorübergehende Schließung van Kindergärten en Schulen, etwa durch een verlängerndes Vorziehen der Osterferien, een weitere Option is. Geen schoolsluitingen in Nederland, maar een boodschap voor de zorgverleners. Aan u willen wij vragen, zorgpersoneel en personeel in vitale processen. 1. Blijf pas thuis van uw werk als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ten tweede, reis niet naar het buitenland. De Britse premier Boris Johnson hield een meest dramatische speech. We moeten ons voorbereiden op heel erge dingen. I must level with you, level with the British public. More families... Many more families are going to lose loved ones before their time.
Ja, een vrij dramatische speech, maar wel realistisch. Mevrouw Vliegen, misschien wel de belangrijkste vraag, denk ik. Want ik hoor mensen die zich nu al zorgen maken ook over de zomervakantie. Mm-hmm. Hoe lang gaat de epidemie nog duren en wanneer zijn de maatregelen dan gedaan? Ja, dat is een moeilijke vraag natuurlijk, maar we gaan toch proberen een beetje inschatting te geven. Ik denk als we kijken hoe lang dat in China geduurd heeft, dat was natuurlijk de eerste aanvalsgolf van dat virus. Dat heeft ongeveer 2,5 maanden geduurd, eer dat echt goed begon te dalen. Als we dat bij ons uitrekenen, dan zitten we ergens half mei. Dus dat moeten we toch voor ogen houden. Italië is nog volop bezig, zit hopelijk in zijn piek nu en gaat dan hopelijk verder onder controle komen. Dus wij leren elke dag bij, maar je moet het toch realistisch inschatten. Dit is niet iets wat op 1 of 2 weken gedaan is. We gaan hier echt nog wel, denk ik, elkaar gedurende de komende 2 maanden grofweg. We hopen met z'n allen natuurlijk dat we tegen de grote vakantie dat wat kalmeert. Maar ook voor ons is dit moeilijk te voorspellen. Ja, hè? En dat die maatregelen ook de epidemie afremmen, hè, natuurlijk. Absoluut. Tot slot, u wilde zelf nog heel graag iets zeggen. Ja, wel, dit is ongezien voor ons allemaal. Maar die epidemie is eigenlijk ook ongezien. Hè. Die is toch erg indrukwekkend. En dus het is heel belangrijk dat wij allemaal nu doen wat we kunnen. Al is het door thuis te blijven of thuis te werken of niet naar feestjes te gaan enzovoort. Hè. Dit is echt heel vervelend voor ons allemaal. Maar we vinden het heel belangrijk dat deze epidemie echt goed wordt aangepakt. En nu moeten we dat met allemaal tezamen doen. Roept u de mensen op tot een zekere soort van burgerzin? Ja, en ik heb het gevoel dat die er ook echt al is. Hè, sinds begin van deze week. Dat mensen zelf ook heel goed begrijpen dat dit wel iets is. We zien de beelden uit Italië, uit Frankrijk, uit andere plaatsen voordien. Dit willen we niet. Dus nu kunnen we echt ook nog iets doen om het hopelijk beter te doen. Om hopelijk onze gezondheidszorg goed te vrijwaren. Alle kleine beetjes zullen absoluut helpen. Iedereen kan iets doen. En iedereen moet doen binnen zijn mogelijkheden wat dat hem kan doen. Ja. Oké, mooie boodschap op het einde van dit journaal. Dank je wel, mevrouw Vliegen, Erika Vliegen, om bij ons te zijn, voor uw uitleg. En dan zet ik nog voor de duidelijkheid even alle maatregelen op een rijtje voor u, voor mocht u het gemist hebben. Vanaf vandaag middernacht dus tot en met 3 april worden alle lessen opgeschort. Opvang en crèches blijven wel open. Sport- en cultuurevenementen worden afgelast. Cafés, restaurants, die sluiten. Maar niet-essentiële winkels, die moeten sluiten enkel in het weekend. En natuurlijk belangrijk, voedingswinkels en apotheken, die blijven wel open. En nog voor de volledigheid, het openbare vervoer zal wel op een normale manier verder werken. En er wordt opgeroepen om zoveel als mogelijk, als dat kan, thuis te werken. Maar, zoals we hier al zeiden, er is geen verbod om uw woning te verlaten. Er is geen volledige lockdown. Zo, daarmee zijn wij voorlopig rond. Er blijven natuurlijk nog een aantal vragen. Wat gaat de Vlaamse regering bijvoorbeeld doen met de maatregelen? Hoe gaan zij dat praktisch uitwerken? Dat is allemaal voor straks in ons journaal van 13 uur. Intussen kan u natuurlijk terecht op vrtnieuws.be, bij onze radiocollega's ook, voor de laatste updates over het coronavirus. Fijn dat u keek en hou het gezond. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download hem nu gratis.